in de drukste tijd van het jaar de handdoek in de ring gooien, dan moet de nood hoog zijn. Zou jammer zijn. Dat doet er vaak naartoe? Ja, best vaak. Ja. Kennelijk niet vaak genoeg. Nee, ja, ik niet alleen. Door het warme weer kwam de verkoop van de wintercollectie maar niet op gang. Voeg daarbij dat de investeerder er zijn handen van aftrekt en het einde van V&D lijkt in zicht. Ja, jammer. V&D is altijd leuk, toch? Ja? Ja, vind ik wel. Vanmorgen ging de winkel anderhalf uur later open. 10:30? Ja, dat je wel. Om het personeel te kunnen informeren. We zijn vandaag later open, dus ik hoef het ook later te beginnen. Maar ja, het is wel een beetje balen natuurlijk, maar... Ja, verder weet ik eigenlijk niet hoe en wat er gaat gebeuren. Dus... Je bent nog niet bijgepraat? Nee, eigenlijk niet. Dus ik krijg daar te horen als het goed is. Het werd slecht nieuws, waarvan de medewerkers zijn geschrokken, vertelt de filiaalmanager. Toch ging bij V&D Tilburg iedereen gewoon aan het werk. Het is heel stil aan personeel. Ja. Het is weinig personeel. Ze zijn allemaal een beetje aangeslagen. Ook voor andere winkels in de Brabantse binnensteden is de ondergang van V&D slecht nieuws. Het trekt natuurlijk een hoop publiek aan. En als V&D gaat verdwijnen... En wat komt er voor terug? Dan zal het wel een stuk teruglopen. En het loopt al wat minder als de laatste jaren. Klanten genoeg vandaag bij de V&D. En dus kun je je nauwelijks voorstellen dat het warenhuis zo in de financiële problemen verkeert. Maar al die klanten die kunnen hun cadeaukaarten vandaag niet meer inleveren. En ook ruilen of geld terugkrijgen, dat zit er sinds vandaag niet meer in. We hadden een heel leuk cadeautje voor mijn moeder gekocht, maar mijn vader... Maar het is dus het verkeerde en we wilden hem ruilen, maar dat kon niet. Door het verleende uitstel van betaling hoeft V&D verplichtingen aan klanten niet na te komen. De curatoren onderzoeken of er kans is op een doorstart van het warenhuis, eventueel in afgeslankte vorm.